En welkom bij deze nieuwe video. Vandaag ga ik weer allemaal nieuwe make-up testen. Als je mijn laatste pakketjes unboxing video hebt gezien, dan heb je gezien dat ik een week weg ben geweest naar Spanje. En ik toen heel veel pakketjes heb ontvangen. Ik heb een aantal PR pakketjes ontvangen, maar ook gewoon bestellingen zelf geplaatst. En ik heb een heleboel nieuwe make-up gehad en gekocht. En die make-up wil ik vandaag gaan testen. Ik heb gewoon allemaal producten bij elkaar verzameld voor een full face met nieuwe make-up. En ik ben echt super benieuwd, want vandaag is een first impressions eerste indruk. Dus ik heb nog geen idee hoe deze make-up zal gaan werken. Als je, by the way, een soort van geluidje op de achtergrond hoort, dat is mijn ventilator. Het is echt super warm. Ik film op zolder en jullie weten, zolders worden altijd stikjes benauwd in de zomer. En vandaag is een van de warmste dagen. Het is vandaag maandag 14 juni en het is dus vandaag echt iets van 28 graden of zo. So I'm gonna die als die ventilator niet aanstaat. Dus sorry als dat geluid misschien een beetje vervelend is op de achtergrond. Maar goed, we gaan dus gewoon vandaag een heleboel nieuwe make-up testen. Ik ben er weer echt super excited over. Dit wordt denk ik weer een lange video, want het is een heleboel make-up. Dus pak er iets lekkers bij, iets te eten, iets te drinken en kom lekker chillen met mij. Vergeet ook niet alvast te liken en te abonneren. Zo blijf je op de hoogte van mijn 4 video's in de week. En dan gaan we snel beginnen met deze video. Mensen, ik ben gewoon hier helemaal aan het vervellen. Kunnen we het zien? Echt super lelijk, maar whatever. Oké, jongens, let's do this. Ik heb helemaal niks op mijn gezicht, zoals je kunt zien. Ik heb alleen maar mijn wenkbrauwen gedaan en ik ga vandaag beginnen met de oogmake-up. En een nieuw paletje die ik heb is het Wild West paletje van Urban Decay. Dit paletje ziet er echt prachtig uit. Ik ben er echt heel erg benieuwd naar. Ik heb dit paletje ontvangen in PR, so we're gonna try it out. Urban Decay paletjes zijn altijd een beetje hits en misses. Af en toe is het paletje heel goed, af en toe is het heel slecht. Dus ik hoop echt dat dit paletje bij categorie goed hoort. En dit is dan de verpakking, gewoon de cliché naked verpakking. Ik vind het echt super mooi, zo die slangenprint op de achtergrond. Ik vind het echt heel mooi eruit zien. En de inhoud ziet er ook heel mooi uit. Dit zijn vooral neutrale kleurtjes met een aantal felle kleurtjes, zoals de felblauwe kleur en de gouden kleur en that's it eigenlijk. Dus het is vooral wel echt een neutraal paletje. Alsjeblieft, laat het paletje goed gaan zijn. Ik moet ook zeggen dat de Urban Decay Naked paletjes altijd hele goede kwasten erin hebben zitten. Deze kwasten werken altijd best wel goed, dus pleur ze niet weg. Ik weet dat kwasten in paletjes meestal niet goed zijn, maar deze kwasten zijn vaak wel gewoon echt goed, dus ik raad ze echt aan. Dus dit paletje gaan we vandaag uitproberen. Ik heb weer een hele leuke look in mijn hoofd die ik wil gaan maken, zo'n hele cut crease look. Dus ik hoop dat het paletje gewoon goed gaat werken, zodat de look gewoon mooi wordt. Oké, laten we inzoomen op de ogen. Nou, we zijn lekker ingezoomd. Nou kunnen we elkaar iets beter zien. Ik ga eerst beginnen met het primen van mijn oogleden met deze P. Louise Base in de kleur Rumor 01. Oké, dan gaan we nou in met het paletje. Ik vind het er echt zo mooi uitzien. Oh my god. Ik ga beginnen met deze donkerbruine matte kleur. Die heet Whiskey. Ik ga een volledige cut crease maken. Dus ik ga beginnen met het indrukken van de kleur hier zo in mijn arcadeboog. En dan creëer ik zo de hele cut crease lijn. Oeh, die kleur is wel echt heel mooi. Het is een hele mooie bruine kleur. De kwast die ik gebruik is van de Morphe Sweet Oasis collectie. De kleine ronde kwast. Nou, deze kleur is echt super gepigmenteerd. Kijk even hoe bruin dit is. I love it. Het ziet er nou allemaal een beetje raar uit, jongens, maar het komt goed. Dan pak ik de matte kleur hier, die heet Laredo. Die is een beetje paarsmatachtig. En die kleur ga ik er zo half op aanbrengen. Dus de helft op die andere kleur en de helft gewoon op mijn schone huid. En dan ga ik het een beetje uitblenden. Ik gebruik gewoon nog steeds deze kleine ronde kwast. Dan ga ik in met deze lichte matte kleur, die heet Nudie. En met die kleur ga ik ook weer over de randen. Ik heb nou een best wel fluffy kwast gepakt, die is ook van de Morphe Sweet Oasis collectie. En dan ga ik zo over de randen om het echt goed uit te blenden. En dan pak ik weer een beetje van die donkere kleur Whiskey. En dan breng ik die weer een heel klein beetje terug, want door al het geblend gaat het altijd een beetje weg. Dat is de meest donkere kleur. Dan ga ik iets nieuws proberen. Ik ga een cut crease maken met mijn P. Louise Base in plaats van concealer. Ik ben heel benieuwd hoe dat gaat werken. Nou jongens, een cut crease maken met deze P. Louise Base is echt veel beter dan een concealer. Hij heeft echt veel meer dekking. Normaal wanneer ik concealer gebruik op bijvoorbeeld zo'n bruine kleur, dan zie ik altijd nog een heel klein beetje bruin allemaal. En dat is nou gewoon helemaal niet. Zie je dat? Het is gewoon helemaal wit, helemaal bedekt. I love it. Nou, vandaag weer iets geleerd jongens. Dan pak ik nou de lichtste matte kleur, die heet Stand Off. En die kleur ga ik aanbrengen over mijn hele ooglid, dus overal waar die P. Louise Base zit. Dan pak ik nou deze diepe blauwe matte kleur, die heet Tex. En met die kleur ga ik een winged eyeliner aanbrengen. Ik gebruik hiervoor deze schuin afgesneden kwast van Zoeva. Dit is de 317 kwast, is echt ideaal voor dit. En dan pak ik gewoon een beetje van die oogschaduw. En dan ga ik gewoon zo de wing creëren. Ik heb de oogschaduw niet nat gemaakt, niks. Het is gewoon helemaal droog. En kijk hoe goed het is gepigmenteerd. I love it. Wow, dit is echt heel mooi.
Normaal gaat dit oog echt veel beter dan dit oog, maar vandaag is het helemaal andersom. Dit oog is helemaal niet goed aan het gaan en dit oog is helemaal perfect aan het gaan. Ik heb het ook een beetje zo naar binnen getrokken, zoals je kunt zien, want dan kan ik straks helemaal zo'n cat eye maken. Dan pak ik een make-up wipe en dan ga ik de wing mooi strak maken hier vanuit de onderkant. Er is ook helemaal geen fallout, er is helemaal geen oogschaduw op mijn gezicht gevallen of whatever. Dit ging echt supergoed. Ik ben echt heel enthousiast over dit paletje. Het laatste Urban Decay Naked paletje die ik heb getest was die paarse en die was echt super slecht. En dit paletje is echt weer heel erg goed, dus dit is allemaal zo raar, maar ja, whatever. Dan wil ik ingaan met deze blauwe glanzende kleur, die heet Bud. En die glanzende kleur wil ik aanbrengen op de hele eyeliner. Ik gebruik daarvoor dit hele kleine kwastje, ook van de Morphe Sweet Oasis kwastencollectie. Ik ga wel mijn kwast nat maken. En dan ga ik die kleur er gewoon zo op drukken. Ik hoop dat deze kleur ook goed gaat zijn. Dit is de eerste glanzende kleur die ik nou gebruik. Kijk even hoeveel meer leven deze glanzende kleur in de ooglook heeft gebracht. Hier is de glanzende kleur nog niet. Het is nou hier helemaal zo wakker en sprankelend. En hier is het nog helemaal zo dofjes. Dan ga ik in met deze gouden glanzende kleur. Die heet Hold'em. En met die kleur wil ik over de lijn van de cut crease gaan. De bovenste lijn dus. En dan wil ik zo'n goud randje creëren, zeg maar. Dus nou maak ik mijn kwast wel nat. En dan maak ik er een soort van glitter eyeliner van. De kwast die ik hiervoor gebruik is mijn Zoeva 315 kwast. Is echt zo'n heel klein kwastje. Zie je dit? Dit is echt helemaal aan het veranderen in een Aladdin-achtige Arabische look. Ik heb mijn oorbellen veranderd. Ik heb deze mooie blauwe ingedaan, want dat vond ik mooier staan met de ooglook. Dus ja, ik ben nou helemaal in Aladdin-vibes. Was niet echt de bedoeling per se van tevoren, maar dat is gewoon nou wat er is gebeurd. En I'm totally here for it. I love it. Dan is het voor nu eventjes klaar met de ogen. Als ik straks mijn hele gezichtsmake-up heb gedaan, dan ga ik verder met de onderkant van de ooglook. Dan heb ik hier ook nieuwe wimpers van Maria Malky Cosmetics. Ook die heb je kunnen zien in de unboxing. Ik heb volgens mij 3 wimpers van hun gehad. En dit is in de stijl Mila. En ze zien er echt prachtig uit. Ze zijn heel fluffy en ze worden zo langer aan de buitenkant. Dus ik denk ook dat het heel mooi gaat staan met deze ooglook. Dus deze ga ik eventjes opdoen en dan kom ik zo bij jullie terug. Daar ben ik weer. Deze wimpers zien er echt heel mooi uit. Ze zijn heel erg lang en dramatisch. Maar niet heel erg vol. Ze zijn lekker fluffy en een beetje dunnig. Dus dat vind ik heel erg mooi. I love it. Ik vind ze ook heel mooi staan met deze look. Dus voor nu is het eventjes klaar met de ogen. We gaan beginnen aan mijn gezicht. Ik heb niks op mijn gezicht. Het enige wat ik op heb gedaan is dagcreme en zonnebrandcreme. En ik heb hier nieuw van Charlotte Tilbury, de Flawless Filter. Deze heb ik gekocht in Sephora in Spanje. Maar dit merk is ook gewoon hier te koop bij Bijenkorf. En ik ben hier heel erg benieuwd naar. Dit is mijn eerste product van Charlotte Tilbury. Ik zie dat jullie mij heel vaak vragen om make-up van haar merk te testen. Dus dat ga ik doen. En ik ga beginnen met deze primer ofzo. Of wat het ook is. Ik heb het eventjes opgezocht, want het is een beetje een apart product. €40. Ik heb de kleur 4. Medium. En er staat dat het een tanner booster is voor super glowy huid in seconden. Het heeft de veelzijdigheid van een primer, de megawatt glow van een highlighter en de perfectionerende eigenschappen van je Fave digitale filter. Oké, dus wat doet het nou allemaal precies? Het geeft je gezicht een hele mooie glow. Het geeft een mooie airbrushed finish. Dus een hele mooie egale finish, alsof je een filter op je huid hebt. Er zitten hele fijne poeders in en die maken je rimpels en poriën gladder en minder zichtbaar, zowel op camera als in het echt. En er zit porcelain flower extract in. En dat is een verhelderend ingrediënt dat afkomstig is uit een Thaise bloem met natuurlijke antioxidanten en ontstekingsremmende eigenschappen om de microcirculatie te verbeteren en de huid helderend te maken. Nou, dit zijn dus echt een heleboel claims. Ik ben hier zo benieuwd naar. Iedereen die ik dit product heb zien gebruiken was er gewoon happy mee. Ik heb nog nooit van iemand gehoord dat ze hem niet fijn vinden. Dus ik ben benieuwd. 30 milliliter. Dit is gewoon een foundation flesje. Ziet er heel mooi uit. Heel luxurious. Oké, laten we het gewoon gaan aanbrengen. Moet je het eerst schudden? I don't know. Ik ga het gewoon schudden. Ik weet niet of je het moet schudden. Het heeft zo'n hele grote soort van concealer applicator. Ik ga het gewoon een beetje zo op mijn hele gezicht aanbrengen. Ik breng lekker veel aan. Ik weet niet precies hoeveel ik zou moeten aanbrengen, maar whatever. En dan ga ik het gewoon zo insmeren met mijn vingers. Het ruikt echt naar gewoon echt helemaal niks gewoon. Er zit niet echt een geur in.
Wow, ik zie al zeker een glow. Zien we die glow, jongens? Er zijn dus een aantal kleuren. Ik heb dus de kleur medium. Dus pak gewoon de kleur die het beste matcht met jouw huidskleur. Maar er zit niet heel veel pigment in ofzo. Zoals je kunt zien, het droogt een beetje doorzichtig op. Gewoon als een normale primer. Ik hou altijd heel erg van glowy primers. Oké, het volgende product is deze nieuwe foundation van Clinique. Dit is de Even Better Clinical Serum Foundation. Ik heb hem in de kleur WN38 Stone. Dit is het enige product vandaag die ik al heb gebruikt. Ik heb deze foundation ontvangen in PR. Kijk deze verpakking hoe apart. Echt een super aparte verpakking. Er zit 30 ml in. Is een normale hoeveelheid voor een foundation. De foundation heb ik dus al gebruikt omdat ik bij foundation altijd een aantal keer moet gebruiken om echt te weten wat ik ervan vind. Dus ik heb hem letterlijk het hele weekend opgehaald. Ik heb hem 3 dagen opgehaald. En jongens, amazing. Deze foundation is zo ontzettend mooi. Het heeft een medium dekking ongeveer. En het is echt prachtig. De kleur die ik nou heb is een klein beetje te licht. Maar ik kan hem gewoon finessen. Het is een foundation en serum in één. Dus het heeft ook allemaal benefits voor je huid. Ik heb hem weer eventjes opgezocht. Er zitten 3 serum technologieën in. Deze olievrije formule bevat hyaluronzuur, salicylzuur of zoiets. En vitamine C plus UP302 om de blote huid er nog beter uit te laten zien. Je kunt hem 24 uur lang dragen en het helpt de huid onmiddellijk en na verloop van tijd zichtbaar te verbeteren. Nou, dat is ideaal, want het is gewoon nou een beetje make-up en skincare in één en dat is echt top. Zoals ik al zei, heb ik hem al het hele weekend gedragen en hij blijft echt heel erg mooi zitten. Ik zal even een video in beeld knallen waar ik hem dus 9 uur op heb gehad. Kijk even hoe mooi die nog zat na 9 uur. Dat is toch belachelijk. Het heeft een super mooie finish, ook ideaal voor deze warme dagen. Ik heb hem ook mijn beste vriendin gelijk aangeraden. En zij heeft hem al gelijk gekocht. Zij was een beetje anti-Kliniek. Zij zei ja, ik heb echt niks met Kliniek. Bla bla. Maar ik heb haar toch gewoon gedwongen om deze te halen. Ik hou wel gewoon van Kliniek. Dus zij vond Kliniek altijd helemaal niks. En zij heeft hem nou gebruikt. En ze is er gewoon echt helemaal happy mee. Hij is zo ontzettend mooi. Kijk even dit. Het is gewoon bijna alsof je niks op je gezicht hebt. Alsof je gewoon een hele mooie egale huid van jezelf hebt. Ik vind deze foundation echt geweldig. En het is ook nog eens goed voor je huid. Dus het is echt een 2-in-1 product. En ik raad hem echt iedereen aan. Echt geweldig voor iedereen. Of je nou een vettige huid hebt, een droge huid, een oudere huid, een jonge huid. Deze foundation gaat denk ik echt ideaal zijn voor iedereen. Omdat hij gewoon zo veelzijdig is. Kijk even mooi. Ik vind ook heel mooi hoe ik deze glow er nog een beetje zo doorheen zie. En in dat PR pakketje van Clinique heb ik ook een nieuwe Clinique concealer gekregen. Dit is de Clinique Even Better All Over Concealer. Deze heb ik ontvangen in de kleur WN38. Dus deze gaan we ook even proberen. Oké, er staat dat deze concealer 12 uur blijft zitten en zweet- en vochtbestendig is. Oogarts en dermatoloog getest. Veilig voor gevoelige ogen en contactlensdragers. Niet comedogeen. Er staat dat dit donkere vlekken zichtbaar vermindert in de loop van tijd. Het verbetert onmiddellijk de hydratatie met 55%. En na 24 uur met 49% reduceert onmiddellijk de fijne lijntjes met 25%. Nou, dat is allemaal echt toppie. Laten we hem gewoon aanbrengen. Oeh, de kleur is gewoon goed, godzijdank. Wat ik altijd zo geweldig vind aan Clinique producten is dat ze ook altijd goed zijn voor de huid en zo. En dat vind ik altijd echt super fijn. Want als je je dan toch opmaakt, kun je je beter opmaken met iets wat ook nog eens bevorderlijk is voor je huid. Dat is echt toppie. En het is ook vaak ideaal voor de iets oudere huid. Nou jongens, het gaat vandaag zo goed. Oh my god, ook deze concealer. Super mooi. Kijk hoe smooth hij het heeft gemaakt. Het is wel een hele naturel finish. Het heeft een beetje een satijnen finish. Het is niet een volledig dekkende matte concealer of zo. Maar het is een hele mooie naturel concealer. Ik vind het heel mooi in combinatie met deze foundation. De twee producten werken echt heel goed samen. Ik vind het echt heel erg mooi. Het heeft het hier ook zo lekker opgelicht. Ik vind hem echt heel mooi. I love it. Oké jongens, ik heb heel eventjes snel wat poeder aangebracht. Mijn neus gecontourd en wat bronzer. Want die producten heb ik niet nieuw. Nou ga ik eventjes mijn ogen afmaken. Ik ga dit blauw oogpot loodje van Essence aanbrengen in mijn onderste waterlijn. En dan ga ik weer deze twee blauwe kleuren gebruiken. Die ik ook heb gebruikt voor de eyeliner. En die ga ik aanbrengen op de onderste wimperrand.
Dan is nu de ooglook echt helemaal af. Ik vind het echt een superleuke ooglook. En dit paletje is echt heel erg goed. Ik raad hem echt zeker aan. Ik heb geen enkel probleem gehad. Er is gewoon letterlijk niks wat ik aan te merken heb op dit paletje. Je kunt er echt zeer zeker heel mooi alledaagse looks mee maken en zo. Echt fantastisch. I love it. Dan ga ik nou in met dit Sephora paletje. Dit is letterlijk gewoon van de Sephora collectie. Hun eigen huismerk. Deze heb ik ook gekocht in Sephora in Spanje. Is wel alleen helaas hier niet te koop. Aangezien het Sephora is, is het obviously ook alleen maar te koop bij Sephora. Dus dat vind ik wel weer jammer. Maar ik wil dit paletje gewoon alsnog gaan gebruiken. Je hebt twee blushes. Eén matte blush en één glanzende blush. En dan één highlighter kleur. Ik ga beginnen met deze hele mooie peachy matte blush. Die heet Dawn. Dus zoals ik al net zei, heb ik al gebronsd. Dus we kunnen gewoon lekker ingaan met deze blush. Oeh. Er komt gelijk heel veel vanaf. Oh my god, oké. Dit paletje was gewoon slechts 10 euro. Super goedkoop. Ik dacht, ik haal hem gewoon en ik ga hem gewoon proberen. Misschien vind ik hem wel heel erg fijn. Ik vind de blush heel mooi. Hij is alleen echt heel erg gepigmenteerd. Dus je moet niet te veel aanbrengen. Maar ik vind de kleur echt heel mooi. I like it. Ik denk dat ik dan ook nog een heel klein beetje van de glanzende blush pak. Die heet Soul Styles of zoiets. Gewoon een heel klein beetje. En dan ga ik gewoon een beetje overheen om een soort van glowy waas erover te krijgen. Maar echt maar een heel klein beetje zo. Wow, dit is echt heel mooi. Ik had niet verwacht dat ik het zo mooi ging vinden. Jongens, I like it. Dan ga ik in met de highlighter. Die heet Golden Hour. Maar volgens mij is hij helemaal niet golden. Nee, hij is echt helemaal niet golden. Kijk dit. Het is zo rozigachtig. Ik ben bang dat hij te licht gaat zijn voor mij. Maar we gaan het gewoon proberen. Ja, hij is een beetje aan de lichte kant voor mij. Maar ik vind hem wel heel mooi. Ik ben echt een beetje impressed met dit paletje. Ik had niet verwacht dat ik het allemaal zo mooi ging vinden. Ik dacht, ik haal hem gewoon. Hij is maar 10 euro, whatever. Dan heb ik er gewoon weer iets bij. Maar dit is mij echt wel een klein beetje aan het verrassen. De highlighter heeft wel heel veel textuur, zoals je kunt zien. Je kunt wel echt veel textuur zien. Dat vind ik altijd iets minder mooi. Maar whatever, het is wel gewoon iets wat ik zou dragen. Nou jongens, dit paletje was echt gewoon zoiets van ja, whatever. Ik haal het gewoon. Dan kan ik ook weer iets proberen van de Sephora collectie. Het zal vast niet goed zijn. Maar het is echt heel erg mooi. Wow, ik vind het echt heel erg mooi. I love it. Ik kan ook gewoon echt alle drie de kleuren gebruiken. Het gebeurt niet heel vaak in paletjes met meerdere kleuren dat ik ook echt alles kan gebruiken. En dat is hier zeker het geval. Ik vind het ook echt een hele mooie verpakking. Het gaat ook zo dicht met een magneet. Het klikt zo dicht, zeg maar. Het heeft hier sowieso een magneetje. Dat vind ik ook heel erg mooi. Ik vind dit echt heel erg mooi. Dit geeft mij echt van die LA vibes. Ik ben echt impressed. I love it. Zo jammer dat het hier niet te koop is. Maar ja, mocht je ooit in een Sephora belanden. Dit is echt een heel mooi paletje. En ik denk dat als je een nog lichtere huidskleur hebt dan mij, het echt nog beter gaat staan. Maar echt, I love it. Ik vind het echt heel mooi. Dan in PR van een PR bureau heb ik deze lipstick en lippotloodje ontvangen van een nieuw merk. CTZN Cosmetics. Ik heb geen idee waar dit merk te koop is. Ik ga het eventjes opzoeken. Oh, dit is een nieuw merk bij Douglas. Wat leuk. Maar er zijn slechts 3 producten van het merk. Deze lipstick en lippotloodje. En een of andere glowy lip en cheek crème product. Dus er zijn maar 3 producten vooralsnog. Maar ik denk dat er vast wel meer producten zullen komen. Oh, wat leuk. Dit merk heeft echt een heleboel van deze soort van nude lipsticks. In allemaal heel veel verschillende nude kleurtjes, zie je dit. En ze hebben voor mij de kleur Ibiza uitgekozen. En van het lippotloodje de kleur Deux. Laten we ze even uit de verpakking halen. En dit is dan de lipstick. En wat het zo apart maakt is dat het 2 zijdes heeft. De ene zijde is een lipstick. En de andere zijde is een lipgloss. Dus als je wilt breng je alleen maar de lipstick aan. Maar als je er een gloss van wilt maken. Breng je de gloss aan op de lipstick. Of je brengt weer de gloss alleen aan. Je kunt gewoon doen wat je wilt. Ik heb eventjes alles op mijn hand geswatcht. Het lippotloodje, de lipstick en de lipgloss. Het zijn nude kleurtjes met een beetje paarse ondertonen. Ik ben heel benieuwd hoe dit gaat staan. Oké, het lippotloodje is aangebracht. Het is een klein beetje licht voor mij. Ik wil juist dat mijn lippotloodjes altijd donkerder zijn dan de lipstick. En dat is hier niet het geval. Dus dat vind ik wel een beetje jammer. Dus de kleur Deux is voor mijn huidskleur te licht. Ik zou persoonlijk gaan voor echt een donkerdere kleur. Nou ga ik deze lipstick eroverheen aanbrengen. De lipstick is echt super mat. De lipstick brengt zo creamy aan. Hij is wel echt extreem mat. Maar hij brengt alsnog creamy aan. Dat vind ik wel fijn. Het is echt bijna de exacte kleur als het lippotloodje. Ook weer iets te licht voor mij. Maar nogmaals, als ik dit zou combineren met een donkerder lippotlood. Zou dit echt heel erg mooi zijn. Dit is dus alleen maar de lipstick. Voelde echt heel fijn aan. En ik vind de kleur ook echt heel erg mooi. En dan ga ik nou de gloss erop aanbrengen.
Ja, zo dat glossy effect is ook echt heel erg mooi. I love it. Ik vind het echt een heel fijn product. Ik vind het ook heel fijn dat je zo twee producten in één hebt. Het is dus €25, maar je krijgt wel een lipstick en een lipgloss. Dus dat is echt toppie. Het enige wat ik niet zou halen meer is het lippotloodje. Ik vind het niet echt wowie of zo. Maar dit product, I love it. Echt heel erg mooi. Dit is echt iets wat ik zou dragen. Zowel de lipstick als de gloss zou ik ook gewoon apart dragen. Ik vind de kleur echt heel erg mooi. Wauw. Oké, jongens, dan als laatste deze setting spray van Clarins. Dit is een hydrating setting spray. De Hydra Essential Spray. Dus deze gaan we ook eventjes proberen om mijn gezicht te hydrateren. Dit is de verpakking die eronder zit. En dit is dan hoe de spray eruit ziet. De spray ziet er echt heel mooi uit. Ik vind het heel mooi dat blauwe. En dit is gewoon een spray die hydratatie brengt aan je gezicht. Dus je kunt hem sprayen wanneer je wilt. Voor je make-up, midden in je make-up, na je make-up. Door de dag heen. Daar is hij ook heel fijn voor. Oeh, hij ruikt echt heerlijk. Hij geeft inderdaad echt een hydratatie. Hele, hele fijne spray. Deze zou ook echt ideaal zijn in een mini formaat. Ik weet niet of die er is. Ik denk het eigenlijk niet helaas. Maar die zou ideaal zijn als mini formaat om gewoon mee te nemen in je tas voor onderweg. Ik ga niet heel de ding heel dag mee sleuren. Maar het is zeker fijn om te gebruiken voor of na je make-up. Ik vond hem heel fijn aanbrengen. En dat was het dan jongens. Dat was de hele look met alle nieuwe make-up. Ik heb volgens mij nog nooit een video gemaakt met de full face met nieuwe make-up. Waarbij letterlijk elk product gewoon goed is. Er zat vandaag echt niks bij waarvan ik zeg het is echt slecht. Het enige wat ik niet per se aanraad is het lippotloodje. Het is niet echt wauw of zo. Deze lipstick wel. Die is wel echt heel erg fijn. Alles was gewoon goed. De foundation, de primer, het oogschaduwpaletje. Ik vond echt alles vandaag fijn. Ik raad ook echt alles aan. De prijzen van de meeste producten liggen een beetje aan de hoge kant. Maar naar mijn mening, ik vind het wel echt waard. Ik vind de producten echt heel erg fijn. Vooral die Clinique Foundation. Deze is echt wauw. Wowie. Super, super mooi. Vooral in deze hete dagen. Het voelt echt alsof je niks hebt op je huid. Dus ja, ik ben echt heel erg blij met hoe de look is geworden. Ik hoop ook dat jullie weer van de video hebben genoten. Laat me weten wat je van de video vond. Van de producten, van de look. Kom lekker samen kletsen met mij beneden in de reacties. Ik ben altijd heel erg benieuwd naar jullie mening. En ik ben ook benieuwd of jullie één of meerdere van deze producten ook hebben. En wat jullie ervan vinden. Maar ik vind ze echt heel, heel erg fijn. Ik ben heel blij met hoe ik eruit zie. Ik zie er echt gewoon topje uit qua make-up. Echt amazing. Nou, vond je de video leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Ik plaats hier ook nog twee video's in beeld die je kunt gaan bekijken. En mijn gezicht hierboven om te abonneren. En dan hoop ik jullie weer snel terug te zien bij de volgende video. Doei doei!